Welkom bij In The Lifestyle. Vandaag heb ik Brigitta Boon bij me. En ik heb haar uitgenodigd, want ik vond het heel interessant wat zij doet. Zij, vertel zelf maar eigenlijk. Ik werk als remeditherapeut. Een remeditherapeut is een apparaat waarbij je het lichaam en de vitaliteit kan doormeten. En die vitaliteit, dat moet je eigenlijk zien als een soort batterij in ons lichaam. Wordt die wel of niet opgeladen en doet het zelfherstellend vermogen het in het lichaam nog goed? Ja, precies. En dat is wat ik kan doormeten. En dat kan je inzetten zowel preventief, maar ook als je acute of chronische klachten hebt. Het is misschien is leuk, je hebt ook een filmpje meegenomen. Ja. Misschien kunnen we die nog even instarten. Ja, dan zie je gelijk waar het over gaat. Ja. Hoe het werkt. Ik denk dat het duidelijk maakt. Ja. Dat maakt het precies duidelijk. Ja, precies. Doet. Het is heel simpel. Het is pijnloos. En wat je natuurlijk, wat je eigenlijk doet, is je meet op vingers en tenen. En dan denken mensen van, wat ben je nou aan het doen, hè? Maar je meet de energiebanen in het lichaam. En dat komt uit de Chinese geneeskunde. Dat heb je bij mij ook gedaan, hè? Ja, ik heb het bij jou ook gedaan. Ja, ik vind het zo cool. Ja, en we kennen ook wel het woord meridianen. Die zijn allemaal verbonden met een orgaan. En als je nou eigenlijk zou moeten vergelijken met wat doen wij hier nou in het Westen, doen wij dat eigenlijk ook. En het is voornamelijk, kan je dat heel goed zien bij een hartfilmpje maken. Dan plakken we plakkers erboven en eronder. En wat je dan eigenlijk doet, is het hartritme in beeld brengen, omdat de energie tussen de plus- en de minpool eigenlijk stroomt. Hè? En dan zie je altijd prachtig dat sinusritme. Als er nou een blokkade in het hart zit, dan zie je een ander ritme. Dan nou, wordt het verstoord. Ja, dan wordt het verstoord. En dan loopt de energie niet meer zoals die hoort te lopen. En dan heb je iets aan je hart, mogelijk. Ja. Nou, dat doe je eigenlijk nu ook op de meridianen. En dat doen we aan die vingers en tenen. Dus in het lichaam kan je dan de blokkade zien waar de energie niet goed stroomt. En als daar dus een klacht zit, dan kan dat ook niet goed opgeruimd worden, omdat daar niet genoeg energie naartoe komt. Dus het lichaam kan het niet opruimen. Het is eigenlijk gewoon een signaleringsmethode. Ja. Ja. En ik vond het heel leuk, want de NASA, hè, daardoor komt het uit voort. Ja. Ja, dat die gebruikt dat in methodieken, in meetmethodieken. Nou ja, wat ze daar precies in die ruimte doen, dat weet ik niet zo goed. Maar er is een Nederlander geweest, Mauk den Boer. Die heeft, die heeft een stukje apparatuur gekregen en die heeft dat verder ontwikkeld. Want die zag dat er een relatie was tussen energie ergens in de ruimte en wat er in het lichaam gebeurde. Dus het is ook echt een Nederlander die hierachter zit. Een man met heel veel passie die dat doet. Ja. En hij ontwikkelt nog steeds door. En ja, dat is ontzettend leuk. En wat je eigenlijk dan kan zien, als je een blokkade ziet ergens in die meridianen, zoals we dat net gezien hebben, dan kan je gaan kijken van, en waarom zit die blokkade er nou? En hoe doe je dat dan? Dan ga je scans van het lichaam maken. Dat is niet zo zoals in het ziekenhuis dat je dan door zo'n tunnel heen gaat. Hè? Dat is een enorm zo apparaat. Zo verschrikkelijk vind ik dat. Ja. Al die herrie. Ja, soms is het nodig. Ja. En, maar nu plak je plakkers op de polsen en op de voeten. Die registreren onze huidtemperatuur. En dan moet je je voorstellen dat je eigenlijk in de apotheek ligt. Want je ligt gewoon lekker op een massagetafel, dat heb je meegemaakt. Dus je hoeft niets te doen, het doet ook geen pijn. En je ligt eigenlijk in de apotheek, maar nu in de apotheek niet met pilletjes, maar met frequenties. En op het moment dat je zo'n la opentrekt en er komt een frequentie uit wat jouw lichaam lekker vindt, dan verandert je huidtemperatuur. Dus na zo'n scan, die ongeveer 10 minuutjes duurt, krijg je eruit van bijvoorbeeld, nou, mijn lichaam vindt het wel erg lekker als er een parasiet opgeruimd wordt. Of mijn lichaam vindt het heel lekker dat er een allergie opgeruimd wordt. Of een andere toxische belasting. Of er zit een litteken die stoort. Of er is wel misschien een fysieke klacht. Maar wij werken altijd met het woord disbalansen. Omdat wij geen artsen zijn, wij zijn therapeuten. En zo kan je dus iemand gaan behandelen. En die behandelingen, dat doen we of met geluidstherapie, of met lichttherapie, of met microstroom. Een microstroom gebruik je over het algemeen als er een belasting zit vanuit een virus, parasiet, bacterie of een schimmel. Maar je kan er ook combinaties mee maken.
Ik vind het reuze interessant. Ja, het interesseert me enorm. Ja. En ik vond het zelf ook hartstikke leuk om mee te maken. Ja. En ook leuk om te zien dat je liet zien door die apparatuur, ja, door die metingen, wat mijn de beste versie van mezelf zou kunnen, ja, zijn. Ja. En daar gaat dit programma, ja, over. Dus ik heb nog de vraag, tot slot. Wat is jouw gouden tip voor de... Nou, mijn gouden tip is, stel dat je een klacht hebt en je weet nog niet echt goed de oorzaak ervan. Of als je het ook al weet, je het wel, hè, als we chronisch ziek zijn. Maar ik zeg altijd tegen mensen, laat je eens doormeten, laten we eens kijken, laten we eens op onderzoek uitgaan of we de sleutel naar jouw gezondheid kunnen vinden. Blijf er niet mee lopen, want heel vaak kunnen we toch met deze apparatuur een oplossing vinden. Heel veel, ja. En het is zo leuk om te doen, want ik heb natuurlijk heel lang in het ziekenhuis gelopen. En mensen worden zo vaak ook volgestopt met medicatie, waardoor ze allerlei klachten krijgen. En soms moet het ook, hoor, want ik ben zeker niet tegen regulier, ik ben zelfs erg voor. Maar dit is weer een aanvulling op het reguliere en, ja, het kan er heel veilig naast. Precies, complementair. En dat is zo leuk. En, ja, het is alternatief, hè? Alternatieve, ja, ja, het valt onder de alternatieve. Maar het wordt door heel veel verzekeringsmaatschappijen gehoord. Ja. Dus dat is ook goed om te weten. Wij zijn aangesloten bij de BATC. Ja. En wij worden toch wel behoorlijk goed vergoed. Ja. En dus je kan het even nakijken. Ik vind het een fantastisch, ja, mooie afsluiting. Dankjewel voor deze toelichting. Graag gedaan. Erg leuk om te horen. Dankjewel. Graag gedaan. Oké. Dank jullie wel allemaal.